Ik heb wel eens met Clarence, hij is best wel iemand die de mensen tegen zich heeft. Ja. Dus ja. Als hij de bal heeft, dat mensen gaan fluiten. Of dat ze zeggen van, oh, hij hoort hier niet. En ik vroeg hem wel eens van hoe hij daarmee omgaat. Ik kan me nog herinneren een wedstrijd in Milaan dat iedereen er een beetje uitvloot. En hij bleef maar iedere bal vragen. En iedere keer dat hij die bal kreeg, ging ze fluiten. Zijn eigen fans. Man. Zijn eigen fans, ja. Maar als ik dat terug zou koppelen naar mij, 80.000 man die je uitfluiten. Eigen fans, hè? Ja, wat zou je dan doen? Zou je dan ook die bal vragen of zou je gaan schuilen? Ja. Ja. Hij gaf aan van, ik ben voor niemand bang. En als mensen gaan fluiten, dan wil ik nog meer de bal hebben. Dus het maakte hem alleen maar sterker. Geen angst. Hij kende geen angst voor wie dan ook.